Naast mij staat iemand van Jong SP en die hebben onderzoek gedaan naar Zatkin-studenten. Ik ben wel benieuwd, we gaan even een aantal vragen stellen. Wat was precies jullie doel met dat onderzoek? We heten trouwens Rood, Jong in de SP. Oké, Rood, Jong in de SP. Vorig jaar, een van onze leden vorig jaar, die zat op een mbo. En die heeft gewoon heel veel dingen gemerkt. Dat er een paar dingen niet klopten. Dat leraren waren die niet goed opgeleid zijn. En die merkte ook dat heel veel van zijn klasgenoten klachten hadden. En hij besloot daar wat aan te doen. Dus die is een onderzoek begonnen naar de Zatkin-scholen in de stad. En we hebben vorig jaar honderden klachten van leerlingen hebben verzameld. En daar hebben we een rapport van gemaakt. Hebben gepresenteerd aan de commissie van de gemeente die over onderwijs gaat. En aan de hand daarvan heeft het bestuur van Zatkin een aantal beloftes gedaan. En nu zijn we een jaar later teruggekomen om te kijken of dat ze die hebben waargemaakt. Oké. En wat zijn jullie bevindingen? Gaat het beter? Er zijn een aantal dingen verbeterd. We horen van best veel leerlingen dat er bijvoorbeeld minder grote gaten zitten in hun roosters. Wat vorig jaar een groot probleem was. Dus dat leerlingen 's ochtends 2 uur les hadden en dan pas weer om 4 uur 's middags. Ja. Qua leraren verschilt het heel erg per opleiding. Of dat die goed zijn of niet, merken we. En verder zijn nog heel wat klachten. Hebben jullie bij hun, bij de leraren ook om een reactie gevraagd? Daar zijn we altijd naar op zoek. Alleen zijn er maar een paar die er ook open voor staan, die erover willen praten. En we komen ze ook niet zo vaak tegen. Dus het aantal leraren dat we hebben gesproken is nog niet groot genoeg om conclusies te trekken, vinden we. Okay. Als jij zelf hier zo voor Zatkin staat en het onderzoek wat je binnen hebt gedaan, wat was jouw persoonlijke idee van deze school? Dat er heel veel dingen beter kunnen. Dat er niet genoeg leraren zijn. We horen dat er klassen zijn van 30, 35 leerlingen. Dan is het gewoon moeilijk voor een leraar om iedereen genoeg aandacht te kunnen geven. Daarnaast denk ik dat de organisatie gewoon te groot is. Er zijn 2 verschillende besturen. Je hebt een afdelingsbestuur, je hebt een algemeen bestuur. En als wij met ze proberen te praten, dan sturen ze ons van de ene afdeling naar de andere. En uiteindelijk is er niemand die duidelijk verantwoording kan afleggen waar we vragen aan kunnen stellen. Als het gaat om de hele organisatie Zatkin, dan denk ik gewoon dat het te groot is. En daarom zijn we blij dat de scholen, als het goed is, opgedeeld gaan worden in kleinere organisaties. Dus hopelijk komt dat te goed aan het onderwijs. Is dit ook jullie specialiteit? Hebben jullie vaker onderzoek binnen onderwijsinstellingen gedaan? Nee, dit is onze eerste. Of ja, vorig jaar was onze eerste. En nu het vervolgonderzoek daarop. Daarnaast zijn we het afgelopen jaar ook bezig geweest met een actie op middelbare scholen voor het behoud van studiefinanciering. We merkten dat er vooral eindexamenleerlingen, die waren nogal bezorgd of dat zij nog wel konden gaan studeren of niet. En in Rotterdam hebben we tot nu toe 8 scholen gehad die zich officieel, dus de schoolleiding, heeft zich officieel uitgesproken voor het behoud van studiefinanciering. Ik doe nu een bachelor op de Erasmus Universiteit en daarna zou ik graag nog een master willen doen. Hoe zijn jouw docenten op school? Hoe ervaar je jouw opleiding? Het verschilt echt heel erg per docent, maar ik zou niemand een onvoldoende geven. Er zitten leraren die goed genoeg zijn en er zitten geweldige docenten tussen.